We hebben een multipurpose sensor ontwikkeld die allemaal verschillende variabelen kan meten. Zoals temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk, maar ook beweging en lichtintensiteit. De voordelen van deze sensor zijn dat hij erg robuust is. Dus je kan hem in hele verschillende omgevingen ophangen. Van buiten, terwijl het regent, maar ook binnen achter glas, waar de zon best wel warm wordt. En daarnaast is hij erg klein en compact, dus hij valt niet zo op. En hij heeft geen aansluiting nodig, waardoor je hem eigenlijk heel vrij bent in waar je hem wilt inzetten. Heel verschillende doelgroepen zouden deze sensor kunnen gebruiken, zoals huiseigenaren om energie te verminderen, wooncomfort te verbeteren, mensen die last hebben van hun luchtwegen en fysiotherapeuten, maar ook ouderen beter in de gaten te kunnen houden als zij gevallen zijn. In eerste instantie kwamen er veel bedrijven die sensortechnologie nodig hadden. Met die vraag hebben we een poosje geworsteld. We zagen eigenlijk dat we een nieuwe technologie nodig hadden. En dat we daar een universele sensor voor gingen ontwikkelen. De sensor die meet alle variabelen eigenlijk tegelijk. We hebben een app waarop je per variabele voor temperatuur apart kan zien wat de temperatuur op dat moment is. Dit is zelfs voor onze studenten een heel ambitieus project. Dat we gewoon een hele nieuwe onderzoekslijn door studenten hebben laten bepalen hoe het eruit zag. Durven jullie deze uitdaging aan? Toen hebben ze ja gezegd. Ja, en toen zijn ze fanatiek aan de gang gegaan. En met succes. Leuk vond ik eigenlijk dat we samenwerken eigenlijk met verschillende disciplines. Met werktuigbouwkunde, elektrotechniek en dan met ons met technische bedrijfskunde. En zo zie je dat eigenlijk kennis van heel veel verschillende disciplines bij elkaar komen. En dat je zo ook echt een product kan ontwikkelen en op de markt kan brengen. Omdat we het op de hogeschool doen, en we doen het natuurlijk goed deels ook met middelen van de maatschappij, zijn we in staat om deze sensor open te stellen en terug te geven aan het public domain. Dat eigenlijk iedereen deze sensor dadelijk mag gebruiken. Bedrijven kunnen op die manier ook die sensor heel makkelijk adopteren in hun eigen bedrijfsvoering. En wat erg leuk is, is dat we op dit moment ook veel interesse horen van bedrijven en dat we hem ook weer verder kunnen gaan ontwikkelen. En dat is nou juist precies wat we willen, want dan helpen we er zoveel mogelijk bedrijven mee. Ik hoop zo meteen deze sensor over de hele HU, maar misschien ook wel breder te zien hangen. En dat kunnen denken, daar heb ik aan mogen meewerken.